welkom bij een nieuw moestuinleven. Even door het aspergebos heen. Ik ga vandaag een nieuwe van het land naar de keuken tot op het bord. Maar deze keer tot in je mond doen. Want het wordt een limonade video. Daniel is dol op rabarberlimonade. Nou hebben we het geluk dat we een hele grote rabarberplant hebben staan. Die wordt volgend jaar wel echt kleiner. En mijn opdracht is om hier weer een pad te maken. En daar ook, want daar moeten we er eigenlijk ook doorheen kunnen lopen. En er staat hier ergens een witte boog. Ergens, ik kan hem echt niet zien ook nu. En tot daar mag die komen. Dus dit wordt wel veel rabarber om weg te snijden. Ik denk dat ik dat even in een timelapse ga doen. Check, check, check. Hij is aan. Het regent echt zo hard. De GoPro is nog nooit zo nat geweest. Dus ook meteen een test daarvoor. Maar gaat goed. Nou, we hebben de rabarberplant overwonnen. Kijk, je kan hier weer soort van er langs lopen. En hier sta je zo. En hier ook. Dus we hebben nou weer een mooie vat. En het boogje wat we net niet konden zien is ook weer zichtbaar. Met dat als resultaat. Want kijk, dit wordt dus allemaal limonade. Al zullen we ook wel wat weggeven. Want als ik hier limonade van moet maken, dan ben ik echt dagen bezig, denk ik. Dan was dit het verslag van het land. Dus op naar de keuken! De keuken! We waren eerst op het land en nu zijn we weer in ons huis, zoals je kunt zien. En daar ben ik begonnen met het maken van de rabarberlimonade. En net hebben we al die rabarber geslacht. En we hebben ook al wel wat dingetjes weg kunnen geven, dus we zijn al wel wat kwijt. Rabarber is best wel geliefd bij wat mensen, gelukkig. En nu ga ik van de rest limonade maken, of eigenlijk totdat de pan vol is, want dan hebben we echt alweer genoeg voor een tijdje. En de rest moet ik in iets anders verwerken. Maar ik kan nu nog niet zo goed inschatten of ik genoeg heb om hierna nog meer met rabarber te doen. Dit is hoeveel het nog is. Ik heb het allemaal maar even in het water gezet. Maar zoals je kan zien is dat, ja, is meer voor de show dan dat het echt iets uitmaakt. Ik moet zelfs nog gewoon echt onder de kraan afspoelen. En dan ga ik dus deze soeppan, waar normaal 6 liter in past, ga ik dus vullen met rabarber. Let's get this party started! Wat ik eigenlijk doe, of wat we eigenlijk doen, is eigenlijk al die rabarberstukken een beetje in dezelfde groottes. De ene stang is dikker dan de ander, maar de lengte probeer je een beetje hetzelfde te houden. Of in ieder geval, dat doe ik altijd. En de uiteindjes, die laat ik altijd erbuiten. Dat is eigenlijk alle rabarber die ik heb. Ik weet niet of jullie dat konden zien, maar voordat ik de rabarber erin deed, zat er al een klein laagje water in de pan. Dan moet je echt niet te veel doen. Want de rabarber zelf gaat ook nog heel erg veel vocht loslaten. Dus wat ik nu nog ga toevoegen voordat we het gaan koken is een paar schepjes suiker. Ik denk dat ik het hele ding gewoon erbij doe. Alvast een beetje citroensap. Ik kan het ook met verse citroen doen. Dat is ook heel erg lekker natuurlijk, maar het is ook best wel duur. En voor dit dacht ik, nou, ik koop gewoon zo'n flesje. Zo, spuit het er lekker een beetje overheen. En dan gaan we nu gewoon de pan opwarmen. En dan gaan jullie vanzelf zien hoe dat eruit gaat zien. En je hoort hem waarschijnlijk al een beetje bubbelen. En dat is omdat de vloeistof die erin zit dus begint op te warmen. Nou, en terwijl die dat aan het doen is, moet ik de hele tijd een beetje roeren. Want uiteindelijk gaat dan de rabarber helemaal uit elkaar vallen. Kijk, en nu kan je zien dat er al een beetje draden beginnen te vormen. Nu zijn bijna alle stukjes weg. En dan kan ik het zo gaan afgieten en door een kaasdoek heen doen. Net heb ik dus een deel van de compote al dus in het kaasdoek gegooid. Ik heb hier nog een beetje over. En het is echt lekker, lekker groen kleurtje wel. Normaal is rabarber heel roze, maar dit is een beetje groen. En nu gaan we dus wachten totdat alle compoten en het sap van elkaar is gescheiden. En dan kunnen we verder met de limonade. Hola. Ik heb versterking. Voor het laatste stukje. Kijk, ik heb nu dit sap. Ik heb het dus uitgeknepen hierin. Zullen we het even zo doen? Dan staan mensen het misschien. Uitgeknepen in deze doek. Dit gaat zo. Oh. Die doek gaat de was in. En dan kan die weer... dan kan die weer opnieuw gebruikt worden. En dit is dan nu de rabarber juices. Lekker schuimig. Je bent zelf lekker schuimig. Maar het is toch nog roze. Misschien jij dan. Nee. Dit is geen... Dat is niet een afwasborstel. Nee, maar zo stak hij eruit. Dus ik dacht, hé, afwasborstel. Een hele grote afwasborstel. Nee, die heb ik nodig voor op het balkon. Ja, die hebben we zeker nodig voor op het balkon. Maar net zagen jullie nog dat het heel erg groenig was. Maar nu is het toch echt wel roze geworden. Een beetje rode roze. Dat komt omdat er rode kleurstof in de rabarber zit. Ja, maar, een klein beetje. Maar dat haal je dus uit met dit. Met koken. Ja. Dan maken we die pan schoon, want die pan is heel handig. Daar staat dan precies op hoeveel liter je erin kan doen. Ja. Het is 1,5 liter. Ja, 1,5 liter. Dan moet er 750 gram suiker in. En een beetje citroensap. En dan zijn deze, ik heb namelijk 3 wijnflessen vast even schoongemaakt. Dat is al genoeg. Oeh, suiker. Suiker. En dan gaan we weer koken. Ja, koken. Ja, aan de kook brengen. Heb je ook al citroensap erbij gedaan? Ik heb ook al citroensap erbij gedaan. Gewoon een beetje van die. Tudup. Het komt bijna. Ja, weg daarmee. Straks wordt mijn camera plakkerig. Normaal gesproken haal je het schuim ervan af. Alleen dat doe ik niet. Ja, oké. Ik heb nooit begrepen waarom dat moet. Ja, weet ik niet. Sommige mensen doen dat. Oh. Maar waarom dit zo gaat schuimen nu ineens? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, dat komt waarschijnlijk door die cardamom die ik er doorheen heb gedaan. Ja. Hier kunnen we dus helemaal niks mee. Waarom niet? Dit moet eerst eventjes weer in elkaar zakken. Nou, hoe wil je in godsnaam 6 liter in 3 flessen krijgen? Ja, ik weet ook niet waarom het zo gaat schuimen. Gaan we het van die cardamom? Dat moet huis wel. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En het enige wat er nu anders in zit is de cardamom. Ik maak altijd hier onze station met wijnflessen. En dus dat. Tadaa! En nu moeten we ze heel erg goed dichtdraaien. Oh nee, waarom is dit hier een knoop aan? Omdat dat dingetje stuk is. Ja, geen knoop eraan maken. En dan pak je hem vast, want dat is loei en loei heet. Draai de dop er stevig op, zodat die lucht dicht wordt. En dan zet je hem ondersteboven weg. Daarin. Nou, het is echt 2 uur later of zo. Het duurt ook best wel lang om dat te maken. En inmiddels ben ik een beetje moe. Dit is echt de lekkerste limonade die ik tot nu toe heb gemaakt van de rabarber. Zij heeft gemaakt van de rabarber. Ik heb het enige wat ik heb mijn magie erop gedaan. Zo, net zoals dat zo, die chef zo. Met het handje zo.